Schrijversgroep 77 heeft afgelopen woensdag een Srividensi Poema Niti georganiseerd. Op de laatste woensdag van de maand houdt de organisatie haar themaavonden. Op de Srividensi Poema Niti zijn er lezingen verzorgd en gedichten voorgedragen. Schrijver Marcel Akkort heeft zijn gedichtenbundel Broko na Bui gepresenteerd. Broko na Bui betekent verbreekde ketenen. Ja, en welke ketenen zouden moeten verbroken worden? Nou, we kennen de ketenen van de slavernij. Ja. Dat zijn de fysieke ketenen. Letterlijk werden de mensen geketend, vaak getransporteerd. Maar we hebben geen slavernij meer als zodanig. We hebben nu een soort mental slavery, een mentale slavernij. Mm-hmm. Waarbij toen dat boek geschreven werd, misschien meer dan nu. Maar in feite is ook niet veel veranderd. Dus de mentale ketenen moeten verbroken worden. Behalve het feit dat de mentale ketenen verbroken moeten worden, zegt Akkort dat er in zijn gedichtenbundel ook revolutionaire gedichten voorkomen. Hij droeg één voor. Mijn volk, haar ogen zijn opengerept, haar wil is duidelijk. Onafhankelijkheid nu. Los van alle banden, stop het slingeren als een spin in zijn web, die niet maar los kan komen en zelfstandig het hoofd boven water houden. Revolutie? Ik weet het niet. Eén ding is zeker. Mijn volk komt in verzet. Dat was toen en nu komen ze ook weer in verzet. Dus Er was nog geen sprake van onafhankelijkheid toen, 73. Ja. Pas na de verkiezing van 73 november is het aangekondigd. Dit is dus eerder geschreven. Mm-hmm. Maar we waren al zodanig gevormd door Saxi en McDonald, dat ik als kind, 15 jaar toen ik dit schreef, al zo kon denken. En revolutie toen, ja, ik wist het niet, maar het hing in de lucht, ja toch? Ja. En uiteindelijk is het gekomen. Aldus Marcel Akkort, schrijver van de gedichtenbundel Broko na Bui. Hij droeg een van zijn gedichten voor tijdens de Srividensi Poema Niti van de schrijversgroep 77 tijdens de themaavond afgelopen woensdag in Tori Ossol.